Luister mee naar een van de meest bekende drumpartijen aller tijden. Je hoort hem een paar seconden en je weet wat het is, toch? Phil Collins, In the Air Tonight. Op slag legendarisch, begin jaren 80. En dat kwam mede door het geluid ervan. Wat was dit geluid vet, hè? Revolutionair. En waar kwam dat jaren 80 drumgeluid nou ineens vandaan? En hoe krijg je het zo ongelooflijk vet? Dat hoor je vandaag in Bart's Studio. Die typische jaren 80 drumsound werd per ongeluk ontdekt. Dat is een geinig verhaal, daar kom ik bijna op. Eerst laat ik je nog even twee voorbeelden horen. Een nummer uit de jaren 70 en uit de jaren 80 van dezelfde artiest. En luister naar het verschil in drums. Dit is Born to Run en dit is Born in the USA. En hoor je het verschil in de drums? Beetje lafjes en een veel hardere drum. Dat is gated reverb. Wat? Gated reverb. Galm met een hekje erachter. Ga ik je uitleggen. En om dat goed te kunnen uitleggen, moet ik eigenlijk even in het kort vertellen hoe een studio is ingedeeld. En dat kan ik het beste doen door een kleine tekening. Kijk even mee. Het is ongeveer 30 seconden. Let's go. Een studio bestaat meestal uit één ruimte waar de producer de plaat opneemt, de controlekamer, en één ruimte waar de muzikant de plaat inspeelt, de live ruimte. Nou, communiceren met elkaar is lastig als je in twee verschillende ruimtes werkt, en daarom hebben ze de talkback-functie bedacht. Je drukt op een knop op het mengpaneel en daarmee activeer je een microfoon in de live ruimte, en dan kan de muzikant met de producer praten. Je wilt elkaar uiteraard zo goed mogelijk kunnen verstaan dan, en om dat mogelijk te maken is er een gate opgezet. In het Nederlands een poort of een hekje. Praat je door de microfoon, dan gaat de gate open en is de spraak hoorbaar. Stop je met praten, dan gaat de gate weer dicht. Achtergrondgeluiden, gesprekken met andere muzikanten worden dan ook niet doorgelaten. Dus boven een bepaald volume gaat de gate open en onder een bepaald volume gaat die weer dicht. Oké, ik hoor je nu denken, Bart, wat heeft in vredesnaam die studio intercom te maken met die hele vette ethisch drumsound? Zoals gebruikt in Duran Duran, zoals gebruikt in Power Station, zoals gebruikt in de plaat van Janet Jackson. Daar kom ik nu op. Let op, het heeft hiermee te maken. Dit is het album Intruder van Peter Gabriel uit 1979. En bij het opnemen van de drums van de gelijknamige single Intruder gebeurde het ineens. Ze zetten namelijk per ongeluk de talkback-functie aan. Dat was het moment dat ze niet aan het communiceren waren met de drummer, Phil Collins trouwens op dat moment, maar toen hij aan het spelen was. Die drums klonken ineens heel erg raar door die talkback. En het rare zat hem in de studiocommunicatie en vooral de gate daarvan waar ik net over heb verteld. Let op wat er gebeurt met de snare drum. Normaal klinkt de snare drum ongeveer zo in een live ruimte. Je hoort de aanslag en dan de natuurlijke galm van die live ruimte. Maar nu ging het door die communicatie heen en ging ineens de gate aan. In één keer ging de galm pop uit op het moment dat hij onder een bepaald geluidsniveau komt. En dat klonk zo. Je hoort de galm heel eventjes en op, hij wordt in één keer uitgezet. En dat heet nou gated reverb. Galm met een hek erachter. Ja, en als je dat gaat doen met complete drumpartijen, dan krijg je dit. Vet, toch? Ik zal het uitzetten, dan hoor je wat er overblijft. Dit is het origineel. Beetje laf drummetje. En dit is met gated reverb. Hoe vet. Weet je welke drums ik gebruikte voor dit voorbeeld? Eigenlijk stiekem. Dit waren de drums van The Beatles. Here Comes the Sun. Daar heb ik eigenlijk dus nu een soort ethisch versie van gemaakt. Luister. Dat er verbetering is, weet ik niet, maar de drums zijn er wel een tandje vetter op geworden. En dan ter afsluiting, hoorde je het alleen in de jaren 80? Nee hoor, gated reverb kwam ook voor in de jaren 90 en de Zero's. Recentelijk heeft Dua Lipa het gebruikt, Beyoncé gebruikt het wel eens. En het zit bijna in iedere track van The Weeknd. Hoor je die pittige snare drum? Ik heb een hele rij met voorbeelden gemaakt. Een Spotify-playlist te vinden rondom deze YouTube-video. Dankjewel voor het kijken naar Bart's Studio. Heel graag tot de volgende.